Geen grap, zonder China hadden we misschien nooit op papier kunnen tekenen, vuurwerk om af te steken, bankbiljetten om mee te betalen, wc-papier gehad, de weg kunnen vinden met een kompas of onze tanden kunnen poetsen met een tandenworstel. Allemaal uitgevonden in China, net als... Alleen in veel landen wordt er voor die app gewaarschuwd. TikTok surveils us all. Dat heeft allemaal te maken met de Chinese regering. En dat we misschien wel worden bespioneerd. Ja, TikTok kan heel veel van je weten. Wat je leuk vindt, met wie je contact hebt, wie je vrienden zijn. De vrees bestaat dat China de app gebruikt om te spioneren. En zo geheime informatie krijgt over Nederland. Veel landen zijn bang voor China of zelfs boos op het land. Maar waarom? Dit is Uitgezocht, een serie van het Jeugdjournaal waarin we altijd één ding voor je uitzoeken. Dit keer, waarom krijgt China zoveel haat? We beginnen natuurlijk met een vraag. Met welk grappig tekenfilmfiguur wordt de leider van China in zijn eigen land wel eens vergeleken? Met de Pokémon Jigglypuff, Winnie de Pooh of Shrek? Het antwoord hoor je zo. Dit verhaal heeft alles te maken met macht. Wie er de baas is in de wereld. Dat verandert eigenlijk de hele tijd. Heel vroeger waren de Grieken supermachtig, toen de Romeinen en de Mongolen. Daarna dachten wij Europeanen dat we zo'n beetje alles konden bepalen. Toen Rusland en Amerika. Dat denkt Amerika nog steeds trouwens. Als je de baas van de wereld bent, wil je dat andere landen naar jou luisteren. En jouw ideeën en manier van leven ook belangrijk vinden en overnemen. Nu wordt China steeds machtiger. En dat ziet de Amerikaanse president Biden niet zitten. China has an overall goal to become the leading country in the world and the most powerful country in the world. Maar... That's not going to happen on my watch. Hoezo eigenlijk niet? Volgens de Chinese regering heeft het land de rest van de wereld veel te bieden. China heeft supermooie natuur en bijzondere dieren zoals panda's. Ze doen dus mega slimme uitvindingen. Ze proberen ruzies tussen andere landen op te lossen. En harmonie vinden ze in China het belangrijkst, zeggen ze zelf. Dat er rust en vrede is. Chinezen behandelen anderen dan ook met veel respect. Normen en waarden en je aan de regels houden vinden ze heel belangrijk. Een hoop landen vinden dan ook goed wat China allemaal doet. Waar zijn wij, zoals Europa en de Verenigde Staten, dan zo bang voor? Laten we het land eerst wat beter leren kennen. China ligt in Azië en heeft na India de meeste inwoners van de wereld. Ruim 1,4 miljard. Dit is de leider van het land, Xi Jinping. Hij is de baas van de enige partij van China die alles bepaalt. Xi is al 10 jaar president en dat blijft hij voorlopig ook nog wel even. Want hij heeft zelf de wet veranderd, waardoor hij zijn hele leven president kan blijven. In China worden honderden verschillende talen gesproken, maar Mandarijn wordt het vaakst gebruikt. Het is zelfs de meest gesproken taal ter wereld. Ook prinses Amalia schijnt een aardig woordje te spreken. Miauw. De Chinese naam voor China is Zhongguo. 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 En betekent land in het midden. Dat zie je ook terug op de wereldkaart. Wij kennen hem zo. Maar op scholen daar gebruiken ze deze. Het is dezelfde wereldkaart als die van ons, maar net even anders bekeken. Hier ligt China veel meer in het midden en Europa, Afrika en Amerika aan de zijkant. Logisch ook, want in China is dit deel van de wereld het belangrijkst. Wist je dat? Ze in China anders met hun vingers tellen dan wij. Van 1 tot 10 doen ze niet met 2 handen, maar met 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Best handig toch? China is een belangrijk land om zaken mee te doen. Dat is het al tientallen jaren. En door die handel is het land steeds rijker en machtiger geworden. Te machtig, vinden sommige landen. Ook Nederland. Vooral omdat we het vaak niet eens zijn met elkaar. China doet dingen anders dan wij. Een voorbeeld. Sinds Oekraïne is aangevallen door Rusland, proberen wij de Oekraïners te helpen. Xi zegt geen kant te kiezen, maar is ondertussen wel steeds meer vrienden geworden met Poetin, de president van Rusland. Goede vrienden, zeggen ze zelfs. Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву.
Ander voorbeeld, de manier waarop de Chinese regering haar eigen inwoners behandelt. Mensen in China worden in de gaten gehouden met honderden miljoenen camera's. Geen enkel land heeft er zoveel. En sommige bevolkingsgroepen in China mogen niet hun eigen taal en cultuur hebben en moeten dat verplicht afleren. Ze worden opgesloten in kampen en daar mishandeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. Chinezen die hier iets aan willen veranderen, kunnen dat niet. Protesteren is namelijk verboden en het oneens zijn met de leider, dat mag niet. Wist je dat in zo'n beetje elk dorp in China wel een tafeltennisschool te vinden is? De sport is er erg populair. Afgelopen jaar is het land zelfs voor de 22e keer wereldkampioen geworden. Best knap, toch? Er is nog iets waarom veel landen China niet vertrouwen. Angst voor spionage. Ja, want de Chinese regering zou niet alleen haar eigen inwoners in de gaten houden. Veel landen zijn bang dat China ook belangrijke informatie verzamelt over hun inwoners. Via Chinese bedrijven als ByteDance, de maker van TikTok. Maar die ontkent dat. ByteDance is not owned or controlled by the Chinese government. Maar dat ze spioneren, weten we zeker. A Chinese balloon that flew across the US gathered intelligence from sensitive military sites. China zou de Verenigde Staten ermee bespioneren om achter geheime dingen te komen. We have long known that the Chinese government have attempted to interfere in our elections. En ook wij worden bespioneerd, zegt de Nederlandse inlichtingendienst AIVD. Die zou bewijs hebben dat China techbedrijven in andere landen bespiedt. Ook techbedrijven in Nederland, om ideeën te stelen. Allemaal om zelf beter en vooral machtiger te worden. Een beetje als een hongerige beer die steeds meer honing wil. Kom ik gelijk op het antwoord van onze vraag. Met welk van deze figuren wordt de Chinese president Xi Jinping vergeleken? Het antwoord, Winnie de Pooh. Vindt Xi zelf trouwens niet zo leuk. De twee vergelijken mag daarom niet meer in China. En plaatjes en films van het beertje kun je bijna nergens meer zien. En de Chinese regering bepaalt nog veel meer. Naar welke muziek je luistert bijvoorbeeld. Liedjes over geweld, seks, drugs en politiek zijn verboden. Of wat je op je socials en tv te zien krijgt. Tijdens het WK voetbal zag je in China niet dit, maar alleen dit. De spelers. De reden? Het publiek droeg geen mondkapje en stond dicht op elkaar. In China waren er toen strenge coronaregels en de regering was bang dat Chinezen in opstand zouden komen als ze dat zouden zien. De Chinese regering doet dit allemaal omdat ze wil dat iedereen hetzelfde vindt, denkt en doet als zij. En dat vinden wij in Nederland eigenlijk maar vreemd. Hier vinden we het juist belangrijk dat iedereen zijn eigen mening heeft en daarover kan praten. Wist je dat in China je achternaam, je familienaam, voor je voornaam komt te staan? Dus ik zou daar Kat Benjamin heten. Best verwarrend voor ons, maar in China heel normaal dus. Terug naar het steeds machtiger wordende China. Een hoop landen, waaronder Nederland, is daar niet blij mee. Want als machtigste land heb je invloed op de rest van de wereld. Veel landen zijn bang dat China zo machtig wordt dat we niet meer zonder ze kunnen. Waardoor we uiteindelijk naar hen moeten luisteren. En misschien wel hun ideeën en manier van leven moeten overnemen. Volgens China hoeven we daar niet bang voor te zijn. Maar ja, zou ik ook zeggen. Ja, en dan helpt het ook niet echt mee dat China dikke vrienden lijkt met Rusland. Wat vind jij van al die kritiek op China? Terecht of overdreven? Laat het ons weten in de comments. Stel je voor dat ik Kat Benjamin zou heten. Zou ik wel even aan moeten wennen. Hey, Tuinman! Bart! Tuinman Bart! Klinkt eigenlijk veel leuker. Geen altijd te noemen. Tik, tik, top, man.